Wil jij nog naar het kasteel? Niet echt. We zijn net een stomme uiterwaarde geweest. Nee, we gaan naar het kasteel. En we kunnen er ook niet langs rijden. Jawel, kan wel. Wat doe jij nou? Ik rijd het centrum in. Hier, wat is dit? Het is net alsof je in de middeleeuwen in rijdt. Kijk dan. Of je de hier, dit is net de middeleeuwen. Kijk dan. Zie je, die vrouw wordt hartstikke bang omdat ze niet gewend is auto's. Oeh, hoe eng. Hier leven mensen nog in de middeleeuwen. Zie je dat? Dat is wel heel duidelijk. Hey, hoe vet is dit dan? Hoe vet is dat? We gaan daarheen. We gaan de auto parkeren en we lopen naar het fucking kasteel. Waarom? Omdat het leuk is. Dat wil ik helemaal niet. En waarom niet? We zijn net uit. Hoe kom ik hier tussendoor? Hoe kom ik hier? Ja, niet. Hier kom je niet tussen. Oh, jawel, kan als je het kan, hè? Ik kan het goed. We kunnen hier niet parkeren. Nee, natuurlijk niet. Laat het is een stom kasteel. Het is geen kasteel, het is alleen een stukje waar je onderdoor kon lopen. Wilde jij hier niet onderdoor lopen? Nee. Ik krijg nu een melding dat ik nu mee jouw entertainment werk moet doen. Ja, maar nee, ja. Je moet gewoon niet zo op je telefoon kijken en naar voren opletten. Maar kijk dan, die meneer. Ja, die rij je zo dood omdat je dan weer gedood wordt. Ja, vind je dat erg als ik die meneer dood rijd? Ja, dat vind ik wel erg. Ja, vind je dat erg? Waarom dan? Jij vindt dat niet erg als je meneer dood rijdt? Zou je die meneer missen dan? Nee, dat gaat er toch niet om. Precies. Maar je zegt het ook altijd heel vies, die meneer. Hey, volle tank, extra korting. Nou, dat klinkt goed. In plaats van 1,80 betaal je hier 1,79. Ben jij dat normaal dan, die benzineprijs? Ik vind het achterlijk. Maar waar zijn we nou eigenlijk? Hoe heet dit? Hattem! Is dat leuk? Ja, het is fantastisch. Het is hier fantastisch. Het is, ja, nee, dat programma bestaat nog niet, hè? Nee, heb ik nog nooit gezien. Ben je daar wel eens geweest? Is dat niet van Mastenbroek of zo? Heb je daar... in de Belgische gevangenis? Heb je daar wel eens naar gekeken? Nee. Ik ook niet. Ja, zo fantastisch is het hier dus niet. Wat is dat? Wat is dat? Wat staat daar? Wat staat daar? Hallo. Trucks.nl. Maar dat daar is niet interessant, daar kunnen we niet heen. Dat grote is een bedrijf. Grote vrachtwagens, één in rit verder. Dat is een bedrijf. Nee, dat is geen bedrijf. Kijk. Wat lul jij nou met je kijk en kijk. Waar rij je eigenlijk heen? Wat is dit voor weg? Joy, kijk. Wat is dit? Elkaar. Nee, jij bent raar. Dit is gewoon iemands erf. Hier hebben ze hier komen de kerstbomen vandaan. Hier komen helemaal geen kerstbomen. Wat groeit daar dan? Wat is dit? Dat zijn gewoon van die struiken. En die verkopen ze hier? Ja, dat zijn geen kerstbomen. Wat is dit dan voor bedrijf? Hier heb je het bedrijf. Jij bent een kerstboom. Kun jij ontkennen dat je een kerstboom bent? Ja, eigenlijk wel. Groeien de takken aan mijn rug? Ja. Oh. Nou, we kunnen hier niet door. Hier groeien de kerstbomen. Kijk dan, de kerstbomen. Dat zijn kerstbomen, ja. Wil je er een? Nee. Als je het nu pakt, dan is het ook maar klaar met dat. Ligt daar drugsafval. Ja. Oké. Okay. Nee, natuurlijk. Landbouw. Ja. Hé, hey, maar voor mij is dit niet de bedoeling. Voor mij ben je hier deze auto aan het indragen. Nou ja. Hé, hey, groeit mais. Kijk. Mais. Wil jij mais? Nee. Hou op met het stomme maisgezeik. Zou de boer het missen, één mais? Ach. Misschien vraag ik het wel, geef ik hem €2,50 voor 4 mais. Zal Jamie je missen? 1 Melvin? Hoorn. Hoorn? Is dit hoorn? Er is nog een hoorn in Nederland, blijkbaar. Nog eentje. Ja, dat is zijn dit twee. Echt hoorn? Of? Nou ja, weet niet. Schoolzone. Nu ga je even door. Ik ga jou hier afzetten. Dan ga je maar even tempo maken. Nee, jij gaat maar even bijles nemen. Tempo maken. Nee, jij gaat maar bijles nemen. In wat? In geschiedenis. Ja, je hebt een onvoldoende gehaald jij vorige week. Onvoldoende. Wat? Een onvoldoende gehaald. Ja, je hebt een onvoldoende gehaald. Of nee, toch niet? Mag je wel. En wil je hier kijken of niet? Niet echt. Waarom niet? Wat is er te kijken? Het regent. Ja, jij regent. Het regent zeker. Traantjes. Ja, ben jij niet voldaan? Zou ik het niet zien? Ben jij Joy, kijk eens. Ik ben aan het filmen. Ben jij niet voldaan? Die neem ik niet terug. Hier,
hier, kijk eens, dit is leuk. Een te koop huis met een verlaten tankstation en twee mensen op een fiets. En die man was bang, zag je? Ja, omdat je achterlijk kijk, zonder wijde, slecht, AED. B op de beurt, zeg nee. Hier. Kijk eens wat er staat. Met een zonnepanelenpark in de kern van de Beemte gaat niet alleen landbouwgrond kapot, maar verpest ook nog eens het woongenot. Nou. Maar ze doen hier rijmen. Ja. In mei hebben wij nog een plekje vrij. Wat is dat voor onzin? Maar ga nou maar weer gauw, want anders vat je kou. Misschien moet jij ophouden. Misschien moet jij dood. Wat doe jij? Ik ga naar het toilet. Hier, ja, staat dit is geen op. Toilet. Wat staat daar? Wat staat daar op het bord? Ja, voor die mensen die hier kijk, werken. Kijk, wat staat daar op het bord? Pop-up toilet. Komt. Er zit een huis hier. Het is een bedrijf waar ze toiletten fabriceren. Urinoirs. Ja. Nou, dus ik moet urineren. Dit is niet iets waar je gewoon maar kan naar de wc. Kan jij hier niet urineren? Ik moet hier urineren. Ik moet hier urineren. Ik besta voor een deel uit urine op dit moment. Ja. You're in Keller. Kijk, die man die kijkt heel boos. Welke kijk man? Oh ja, kijk, film. Ja, ik ga hem niet kijk, filmen. Kijk, zie je die meneer? Die meneer ja, dan mag je zelf hij inzoomen boos, in dit hij beeld. Boos, hij is boos, die man. Jij mag dit beeld zelf inzoomen. Hij is inzoomen. Boos, zie je hem? Zie je hem? Nee, ik kijk niet meer. Ik heb hem gekeken. Zwaai naar hem. Zwaai zeker niet. Nee, durf. Potige meneer. Dat was zeker een potige meneer. Die meneer grijp je in je nek. Kees van de Spek grijp je in je nek. Hé, hey, Apeldoorn. Nou, we gaan niet naar stomme Apeldoorn. Nou, we rijden nu in. Wat is een omweg heb jij dan genomen? Ik heb geen omweg genomen. Ik volg gewoon de navigatie. Kijk, nou, dan doe je dat niet goed. Midden dan links van me ook een auto gaat staan. Waardoor ik de weg niet meer kan zien. Ja, dat mag. Maar ik heb er wel een hekel aan. Ja, je moest eens weten waar ik een hekel aan heb. Een hekel aan jou. Melvin voelt zich verheven omdat hij een Saab heeft. Ja, als je een Saab koopt, dan doe je dat bewust. Niemand koopt gewoon een Saab omdat hij een auto nodig heeft. Nee, dat is een bewuste keuze. Ik heb het gevoel dat ik in een Saab commercial ben beland. Ze bestaan niet meer. Nee. Die General Motors hoeft waarschijnlijk. Is er ook nog Specific Motors? Flauw. Ministry of Beauty. Wil je daarheen? Zeker, daar pas ik wel. Maar dat pas je zeker niet. Dan denk ze, oh ja, met jou hebben we nog wel werk aan de winkel. Ja, bij jou komt binnen en dan willen ze niet eens aan beginnen. Oh ja, nee, omdat het toch goed is. Waar rijden we nu heen, Joy? Ja, die ook Kootwijk. Waarom? Ja, omdat het op de borden stond. En toen dachten we gaan daarheen. We gaan daarheen. Ook al is het echt gigantisch om. Ja, maar ja, jongens, we zoeken op opvulling voor deze video. Ja, en dat is Radio Kootwijk. Jezus, jij rijdt echt achterlijk. Ik rij is een 60 weg. Ik rijd hier gewoon 80. Ja, het is een 60 weg. Maar je mag niet 80. Je rijdt weer achterlijk. Nee, hier. Ik rijd gewoon rustig. En helemaal niet rustig. Kijk. Uh-oh. Ja, politie zit achter ons aan. Uh-oh. Waarschijnlijk ook echt. Een ambulance. Ja, dan moet je uitwijken. Zeker zo niet. Mooi hier trouwens. Vind je dat? Ja, vind jij niet. Natuurlijk, we rijden op de Veluwe. Ja. Een kutweg zeg. Net België. Oh wow. Jezus, maar jij rijdt ook echt achterlijk hard hè? Oh, hoezo is dit achterlijk hard? Het is een 60 weg. Het is helemaal geen 60 weg, je mag geen 90. Weg. Jij vindt dat je 90 mag. Ja. Is daar wat mis mee? En vanaf hier is het zelfs 30. Nou, dan gaan we hier 50 rijden. Ja. Hier staat een 60. Ja. Op de weg stond het. Hier, rij voorzichtig, denk aan ons. Ja, wat jij net niet deed en toen reed je bijna een oude dame over. Ja, die oude dame die kon de tyfus krijgen. Je reed er echt bijna over. Ja, ik ben niet zo ja, want het duurt achterlijk lang. Maar moeten we, ja, ik mag niet meer zo hard van jou, hè? Nee, daar gaat het niet om. Waar staat Radio Kootwijk, gebouw A en de Droomfabriek. We gaan niet naar de stomme Droomfabriek. Nee, klinkt wel leuker dan Radio Kootwijk. Je moet ook nog terug. En dan weer verder. Je bent de hele tijd aan het huilen, jij. Nee, omdat je dit niet kan. Hoezo kan ik dit niet? We rijden toch? We rijden toch. Ja. Of moet ik die vrouw doodrijden?
Vind ik ook goed hoor, maar dan betaal jij de schade. Vrouw en kinderen dood. Ja. Dan betaal jij de schade, oké? Ja. Daar nog niemand of het kind bij zelfs. Kijk, ja. Gevaarlijk gek komt eraan. Nee, je vond het gewoon een leuke auto. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk wel. Kijk dat dan. Vind dat het ook een lelijk? Ach, ga je ik hoor het hem zeggen. Van jouw leven. Nou, we kunnen daar helemaal niet heen. Nee. We moeten hier geloof. Parkeren. Het parkeerterrein is daar. Maar wij zijn bussen. Toch? Of niet? Nee, hier bussen en persoonswagens. Personenwagens? Ja, waarom rijden we dan niet heen? Nou, omdat jij zei dat het niet kon. Ik dacht dat het niet kon. Hij kan het bord niet gelezen. Jij weet wel vaker dingen die jij bent toch de chauffeur? Nee, ik ben helemaal niks. Je bent zeker niks. Wat gaan we doen, Joy? We gaan naar dat gebouw. Welk gebouw? Je moeder. Yo, 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 dit is de vlog, dit is de vlog. Nee, dit is de... Nee, zo wil ik geen video's. Nee, wil je geen video's meer maken zo? Nee, ik wil niet dat je deze video vlog noemt. Oké, dit is geen vlog, dit is de Joy en Melvin lopen naar Radio Kootwijk filmpje. Wat geen vlog... Oh nee, we mogen ook geen filmpjes zeggen. Kill me now. Wat is dit, Joy? Wat is dit voor paal? Kan je daar iets informatiefs over vertellen? Vind jij dit een paal? Kan jij iets over informatiefs? Een grote paal, man. Kan jij iets informatiefs over deze paal een vertellen? Een vooroorlogse radiotoren. Ja, is dit een vooroorlogse radiotoren? Ja. Heeft Hitler hierin gewoond? Zeker. Oh ja, vandaar de tralies. Zeker. Het zou wel echt de domste verstopplek ooit zijn. Hier verstopt de vuurder in dit kleine grote paal midden in een bos. De vijand weet van niks. Nee, maar dit is ook urban. Nee, niet. Dit is verboden. Ja, dat is dat, eigenlijk vaak als dat soort borden er staan, dan weet je al, dit is urbex. Ja. Kijk nou. Hoe het hier uitziet. Zullen we eens kijken? Niets doen. Zullen we er eens heen tot het bord? Of ben je chicken? Kijk. Joy is een stoere jongen. We gaan zo door het gras zo. Joy is nu Clint Eastwood. Be careful with the horses. Action. Ben jij geen Clint Eastwood? Eerlijk. Zeg eerlijk, die man was wel echt lelijk aan het wielrennen. Ja, het zou niet zo lelijk als jij zo wielrennen. Weet je waar dit op lijkt? Op jou. Op de chocoladefabriek. Het is wel een toffe locatie, ja. Chocoladefabriek. Het heeft wel wat mystieks of zo. Alsof het een soort gekke fabriek is of zo. Van Willy Wonka. Ja. Zou die hier wonen, denk je, Willy Wonka? Ik denk het wel, ja. Maar dit is niet echt urbex, toch? Het is zeker geen urbex. Oké, Joy, ben je er klaar voor? Antwoord. Nou ja, voor Radio Kootwijk. We hebben een afspraak hier zo meteen voor een interview. En weet jij wat informatie over dit gebouw? Zie ik eruit als iemand met informatie? Ben ik een informatiebehaling? Wordt gewoon onderhouden. Ja, in de loop zijn ook gewoon mensen binnen, dus... Werken de mensen? Jij niet. Hier wonen alle tv-programma's, zeg maar. Ja, precies, bij radio. Joy is bloedzaggerijnig. Ja, dat hoor ik ook wel, ja. Oh ja, mooi. Van mij zaggerijnig. Oh ja, sandwich ons anders. Ja, was echt boos, hè, die mens. Vond je het leuk, Radio Kootwijk? Fantastisch. Vond je het de moeite waard? Nee.
geabonneerd. Allang. Nou, like en share deze video, want dat is leuk. En als je deze serie wil blijven zien, dan moet je ook eens liken, share, abonneren en mijn vergeten. Het los boels.